Goedemorgen, Eva en Bruno. Dank jullie wel dat jullie wat tijd willen vrijmaken deze ochtend voor een gesprek. Wij kennen elkaar natuurlijk al. Eva vooral omdat Eva mee aan de basis stond van de oprichting van het steunpunt kinderepilepsie. En Bruno is haar man. Maar natuurlijk het grote publiek rondom ons kent jullie nog niet. Dus het zou misschien wel fijn zijn als jullie gewoon eens eventjes jullie zelf voorstellen. Wie jullie zijn, uit wie jullie gezin bestaat enzovoort. Ik weet niet wie dat er graag zou willen. Ik ben Bruno, 54, korter 54 in december. Naast mij zit Eva, mijn vrouw. We hebben elkaar leren kennen 15 jaar geleden. Ons gezin bestaat uit Lien en Stan. Lien is 7 jaar oud en het gaat over Stan eigenlijk, die het syndroom van Lennox-Gastaut heeft ontwikkeld na een heel poosje. Dat is eigenlijk heel in het kort. We wonen in Roosdaal, in het Pajottenland. Vroeger woonde ik in Halle, maar we hadden altijd naar het Pajottenland gaan. Dat was mijn droom ook, toch? En het is hier heel goed om wonen, zullen we maar zeggen. En we zitten vlak bij het MPC, wat ook belangrijk is voor de kwaliteit. En het is een van de redenen waarom van Halle naar Roosdaal verhuisd zijn. Dat is in het kort wie we zijn. Oké, super. En je had het al even over Stan. En inderdaad, Stan heeft het Lennox-Gastaut-syndroom. Een heel moeilijk woord. Zouden jullie misschien dus even kunnen toelichten hoe dat zich voor het eerst heeft gemanifesteerd, die ziekte-aandoening bij Stan? Wel, het is niet iets dat we onmiddellijk door hadden dat hij problemen had. Het is iets dat zich ontwikkeld heeft over een aantal maanden sinds de geboorte. Eva had wel de indruk dat er vanaf de geboorte iets mis was. Maar ja, Stan was de eerste kleine. En ja, je weet niet goed waar je voor staat, wat er allemaal gebeurt. Het was wel zo dat hij van in het begin kleine trekjes had met zijn schouder. Maar dat is eigenlijk een beetje geminimaliseerd. En ja, wij zijn daar ook niet op ingegaan. We hebben wel de eerste maanden echt heel veel afgezien. Omdat Stan heel veel weende. We hadden problemen met de voeding. Dus we gaven hem voeding, de fles kwam er direct uit. Dat werd eigenlijk erger en erger. En we konden eigenlijk nergens terecht. Dan na 3 maanden... is er toch een escalatie geweest van qua aanvallen en zo. Eigenlijk is het ontdekt geweest omdat hij weende heel veel. Stan weende heel veel en plots stopt hij met wenen. Wat wij natuurlijk niet normaal vonden. We zijn toen eerst naar kind en gezin geweest, die ons niet direct konden verder helpen. We zijn dan naar een dokter geweest, een kinderdokter geweest. Die man had al een beetje ervaring, wat eigenlijk ons geluk was. En die zei ons direct van, ja, uw kleine Stan die doet aanvallen. Je ziet zijn oogjes gaan en hij wordt blauw. Hij heeft ons dan direct doorgestuurd naar Jette. Daar stond ze gereed om ons te ontvangen. Hebben ze beginnen onderzoeken doen. We zijn dan, om een verhaal kort te maken, we zijn dan teruggekomen. En er is een diagnose van het syndroom van West uitgekomen. Wij dachten na 3 maanden eigenlijk, oké, dit valt mee. Ze spraken een beetje van zijn arm, dat de arm links niet volledige beweging ging hebben en zo. Dus ze waren een beetje opgelucht en dat ging goed komen. We zijn dan een kinesiotherapie geweest en iedereen zei, ja, maar moet u daar niet zoveel zorgen over maken. Tot als 5, 6 maanden begonnen plots de aanvallen heel erg te worden. Ja, wij zagen toen echt wel dat er echt een probleem was. Hij begon met zijn armen open te gaan. En we zagen ook aan Stan dat hij dat niet begreep. Dus het waren aanvallen die hij zelf niet kon plaatsen. En hij zag dat hij echt in paniek was. Uiteindelijk zijn we s'nachts in alle rijl naar het ziekenhuis moeten gaan. Omdat wij die aanvallen niet konden stilleggen. Zelfs niet met de producten die we moesten inspuiten. En dan uiteindelijk zijn we naar het ziekenhuis toegekomen. En
Oké, daar hebben ze hem helemaal onderzocht en hebben wij tegen het ziekenhuis gezegd van kijk, wij weten niet meer wat we hiermee moeten aanvangen. Dus we zouden graag hebben dat jullie hier dat stand helemaal onderzoeken. Want wij pakken hem niet meer mee naar huis. En zo is niet eigenlijk... op deze manier. Ja. En zo is de bal eigenlijk helemaal aan het rollen gegaan. En zijn ze stand binnen en buiten gekeerd. We zijn dan toch een tijdje in het ziekenhuis geweest. En uiteindelijk, ja... Er was al een vermoeden van het syndroom van West. Ze hebben ons gezegd, het is het syndroom van West. Maar dat heeft zich dan doorgezet naar het syndroom van Lennox-Gastaut. En Lennox-Gastaut is eigenlijk, ja, komt voort van West, maar is een slechte variant. En die heel, heel moeilijk te behandelen is met medicatie, met epilepsie-medicatie. Dat is dan wel allemaal opgestart geweest, die epilepsie-medicatie. Maar ja, dat is eigenlijk een weg van proberen, trial and error. Dat een beetje ophogen, dat een beetje ophogen, dat naar beneden. Dat brengt toch heel veel zorgen mee. En je moet ook sterk in je schoenen staan. En of. Wat een verhaal eigenlijk, hè. Je zegt dat nu zo heel in een heel compacte versie. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook wel wat teweeg brengt bij jullie als... ouders, als jonge ouders op dat moment, zeker bij uw eerste kindje. Maar dus als ik het goed begrepen heb, hè, is er eerst het syndroom van West vastgesteld, ja. Dat dan is overgegaan in het syndroom van Lennox-Gastaut. En weten jullie dat het syndroom van West is dat, hoe moet ik dat zeggen, is dat omdat Stan dan eerder, verbeter mij als ik verkeerd ben, hè, eerder infantiele spasmen had als aanvallen? Of is, is daar nog een andere reden voor? Hij deed... Ja, de trekjes die ik met zijn schouder zag, die ik met zijn armpjes zag, waren blijkbaar van bij het begin infantiele spasmen. Maar die zijn als dusdanig niet herkend. Mm-hmm. Eigenlijk pas op 3 maanden, toen hij gestopt is met huilen, heeft de pediater dat herkend als infantiele spasmen. En als epilepsie, want voordien, als iemand tegen ons sprak over epilepsie, dachten wij aan iemand die op de grond viel, schuim op de mond kreeg, blauw werd. Zo het stereotype beeld uit de film. Dit zag er anders uit, maar wij wisten toen nog niet dat epilepsie 1000 gezichten heeft. Zoals Bruno zei, die dokter is ons grote geluk geweest, want het had heel anders kunnen aflopen. Ja, inderdaad. Een vroege diagnose en vroeg ingrijpen is superbelangrijk, denk ik. Hebben jullie op dat moment dan, als is uitgesproken van ja, dit is het syndroom van West, als die aanvallen ook effectief als aanvallen werden herkend, is er dan al behandeling opgestart met antiepileptica? Of? Ja. We hebben dan een behandeling gestart met 2 of 3 antiepileptica. Waaronder ook het fameuze Sabril, dat ook voor oogproblemen kan zorgen. Of dat de oorzaak geweest is of niet, weten we niet. Maar Stan is uiteindelijk ook blind verklaard. Al die verschillende medicijnen, dus dat is een dubbele. Het is een beetje kiezen tussen de pest en de cholera soms. Want... die hebben vaak een positief effect, al dan niet tijdelijk, op de epilepsieaanvallen, maar hebben natuurlijk ook een hoop bijwerkingen die ook niet van de poes zijn. En dat is een keuze die je heel moeilijk kan maken, want je wil dat die aanvallen stoppen, dat die ontwikkeling toch nog zo ver mogelijk evolueert. Maar tegelijk zie je ook dat er van allerlei bijwerkingen zijn die ook weer schade berokkenen. Dus dat is wel een moeilijke. Ja, ik begrijp jou heel goed, dat verhaal van de cholera of de pest. Ik denk dat voor heel veel ouders met kindjes met epilepsie, al dan niet medicatieresistent, herkenbaar is. Hè. Onze kinderen kunnen niet zonder die medicatie, maar aan de andere kant inderdaad is er toch wel een grote impact ook, denk ik, van die medicatie. Ja. Hoe oud is Stan vandaag en daaraan gekoppeld? Welke weg heeft hij ondertussen afgelegd? Hè? Want we hebben het gehad over die eerste maanden, dat eerste jaar. Wat is er ondertussen allemaal gebeurd? Als je dat al in een,
in een antwoord kan vatten. Hè. Stan heeft een hele weg afgelegd. Hij wordt 14 in december. Is volop in puberteit ook. Qua ontwikkeling is hij ergens gestopt in zijn ontwikkeling rond een half jaar, een jaar. Dus ja, dat is een baby in het lijf van een puber. Wat heel dubbel is soms. Wij zijn heel vroeg gestart met Bobat-kinesietherapie, Bobat-logopedie. Toen nog allemaal van thuis uit. En op zijn 3 jaar kon hij terecht in een TBC hier in Roosdaal. En daar kreeg je dan ook ergotherapie, allerlei stimulatie op allerlei andere vlakken. Ik ben er wel van overtuigd dat hij daar echt nog wel baat bij gehad heeft. Maar zijn ontwikkeling staat natuurlijk op een heel laag niveau. Stan is volledig zorgafhankelijk. Kan eigenlijk niks zelfstandig. Hij communiceert met lachen en huilen, maar hij kan bijvoorbeeld niet praten. Hij stapt niet. Hij krijgt nu sinds een jaar of 4, 5 volledig zondevoeding. Tot dan heeft hij wel altijd van een lepel gegeten. Papjes, gelijk een babytje eet. Maar dat is uiteindelijk ook stilgevallen. Wij komen van 60, 70 aanvallen per dag in het begin. En ik denk dat we nu rond de 15 à 20 aanvallen per dag zitten ongeveer. Zijn er nog altijd 15 à 20 te veel. Maar voor ons zijn er dat uiteindelijk nu redeneren wij van... Het zijn er maar 15 meer. Relatief alles is eigenlijk... Ja. Maar we zien wel, na een aanval is hij moe. Valt hij vaak in slaap. Of soms huilt hij na een aanval. Dat heeft toch iedere keer een serieuze impact op zijn zijn. Op zijn beleving. Wat voor soort aanvallen zijn dat bij Stan? Hij doet verschillende aanvallen. Wat ook kadert binnen de diagnose van Lennox-Gastaut. Hij doet tonisch-klonische aanvallen, tonische aanvallen. Hij heeft lachbuien. Hij doet myoclonieën. Het gebeurt ook dat hij ineens begint te gillen. Maar dat je aan zijn ogen ook kan zien dat hij weg is. Dat zijn ogen beginnen te trillen. Hij verstijft soms helemaal. Het gebeurt dat hij statussen doet. Die zijn gelukkig, houd vasthouden, eerder zeldzaam bij hem. Maar ze komen wel voor. Dus ja, dat hangt altijd wel boven zijn hoofd. En we zijn eigenlijk... We staan altijd aan. We staan nooit uit. Wat absoluut niet evident is, denk ik. Klopt het dat... Ik meen begrepen te hebben dat Lennox-Gastaut-syndroom, zoals andere syndromen ook vaak, denk ik, een spectrumsyndroom is. Wat wil zeggen dat de intensiteit van het syndroom kan heel erg verschillen tussen kindjes. Heb ik het juist voor, op basis van wat ik hoor van jullie, dat Stan dan eigenlijk aan het uiterste zit qua intensiteit, dat hij heel erg geïmpacteerd is door de aandoening? Ja. Dat denk ik wel. We hebben door de jaren heen ook wel andere ouders leren kennen van kinderen met Lennox-Gastaut. En ik zie toch wel een grote variëteit aan uitingen van het syndroom. Ik ken kinderen die stappen, die zelfs spreken, die naar normaal of buitengewoon onderwijs gaan, maar wel hebben leren lezen en schrijven bijvoorbeeld. Maar we kennen ook kinderen zoals Stan. Het is een hele waaier. Ja. Inderdaad, en maakt het ook niet altijd makkelijk, denk ik, voor de buitenwereld om dat te begrijpen. Hè? Als mensen één keer... Nee, want nog steeds is er de reflex bij veel mensen van epilepsie, ja, maar je kunt daar medicatie voor nemen. Of... maar ik ken ook iemand en die heeft dit of dat gedaan en die is eruit gegroeid.
Dat is nog altijd het beeld dat mensen hebben van epilepsie. Pas als wij dan beginnen vertellen over hoe het hier is, zie je mensen soms kijken van oei, wist ik niet dat dit ook epilepsie kon zijn. Mm-hmm. Inderdaad. Maar daar werken we aan, hè? Om, inderdaad. Iedereen altijd te helpen. Ja, jullie vertellen, hè, hoe zorgbehoevend Stan eigenlijk is. Ik kan mij alleen maar proberen voor te stellen wat de impact daarvan moet zijn op een gezin. Wat is de impact daarvan voor jullie? Van wat Stan heeft, van wat hem overkomt eigenlijk? Wel, Stan bepaalt eigenlijk wat er... rechtstreeks en onrechtstreeks bepaalt Stan eigenlijk wat er in het gezin gebeurt. Want we moeten er altijd voor hem zijn. Dat betekent ook dat we altijd moeten pistes vinden zodanig dat we hem rekening kunnen houden. Ik bedoel ermee van als we eens weg willen, dan moeten we zien dat we Stan, ja, ofwel gaat één van de twee, ofwel zetten we hem in kortopvang. We moeten zorgen voor de medicatie. Er is nu ook een grote administratieve rondslomp, zal ik maar zeggen, waar je ook constant mee bezig bent. Je moet ook overal achter zitten. En je moet dan ook nog eens rekening houden met mijn dochtertje, mijn Lien, die dan ook ziet wat Stan voor heeft en die toch meer en meer vragen erover begint te stellen. Die dat niet zo goed kan plaatsen. Ook qua ontwikkelingsspurt zij Stan voorbij. En ze begint daar heel veel vragen over te stellen. Dus daar moet je allemaal rekening mee houden. Zij heeft ook Stan op heel moeilijke momenten, op heel slechte momenten gezien. We proberen zo eerlijk mogelijk naar haar toe te communiceren, op haar niveau. Maar dat heeft toch wel een grote impact op haar en op haar beleving van wie is mijn broer, wie ben ik, hoe zit de wereld in elkaar. We merken dat zij voor haar leeftijd eigenlijk al heel matuur is in emotionele ontwikkeling. Maar ze blijft natuurlijk een kind van 7, die dat nog niet allemaal helemaal kan plaatsen. Dus emotioneel is dat soms best wel een uitdaging voor haar en voor ons. Ook om een evenwicht te vinden in het verdelen van onze aandacht tussen beiden. Ja. Ja. En ook de nachten zijn niet altijd simpel, zal ik maar laten zeggen. We staan er eigenlijk dag en nacht voor, Stan. Dat houdt ook in dat onze nachten dikwijls gebroken zijn. Als hij weent of er is iets, of de pamper moet veranderd worden, dan weent hij. Want het is de enige manier dat hij dat kan laten merken. Dus dat heeft ook wel een sterke impact. Ja, en ook 's nachts zijn er aanvallen. En 's nachts zijn er aanvallen. Eigenlijk slapen wij in waakstand. Ja. Vreselijk eigenlijk, hè? En dat doen jullie al zo lang. Hè? Ja. Krijgen jullie enige vorm van ondersteuning? Wij hebben een PAB-budget. Een persoonlijk assistentiebudget is dat. Waarmee we eigenlijk hulp kunnen inkopen. Wij hadden tot vorig jaar een assistent. Die haar ontslag gegeven heeft vorig jaar om persoonlijke redenen. En dan zijn we op zoek gegaan naar iemand anders. Maar dat is een heel moeilijke zoektocht. We hebben met hulp van VDAB, van bijstandsorganisaties, gedurende 7 maanden heel intensief gezocht, actief gezocht. En er is eigenlijk niks uitgekomen. Dus momenteel neem ik een aantal uren van het assistentiebudget op in zorg. Ik ben een aantal uren te werk gesteld in mijn eigen gezin. Wat soms wel voor rare kronkels in mijn hoofd zorgt. Want de zorg voor Stan is er niet van dat uur tot dat uur, die is continu. Maar goed, die uren word ik ingeschakeld als assistent. En we proberen wel wat ondersteuning in te schakelen, ook in het huishouden bijvoorbeeld. Maar verder is er eigenlijk weinig ondersteuning. Ja, er komt een verpleegster bijvoorbeeld. Ja. Die komen hem 's morgens verzorgen, s'avonds verzorgen. Ja, wij proberen zoveel mogelijk ook met het PAB-budget te doen. En dat is wel eigenlijk de eerste tip.
van mensen die recht hebben op een PHB-budget, moeten daar echt direct achter gaan, want je krijgt het niet automatisch en het kan nog jaren duren voor je het krijgt. Het gaat nu al iets sneller, heb ik gehoord, maar we hebben indertijd 7 jaar moeten wachten na goedkeuring van ons budget. Hoewel hij in de zwaarste ernstcategorie viel, een dossier met prior had, maar er waren gewoon geen centen. Vreselijk. Als ik dat hoor, dan begint mijn maag zich te keren. Die lijsten voor die PHB-budgetten. Maar naar babysit bijvoorbeeld, dat is heel moeilijk, want heel weinig mensen durven dat doen. Ook na uitleg. De enige manier die wij nu hebben, is zoals Bruno zei, hem een avond of 2 avonden in kortopvang plaatsen, zodat we samen eens iets kunnen doen of samen met hem iets kunnen doen. Maar babysits of vrienden of familie die aan huis komen babysitten op hem, dat ligt heel moeilijk en dat begrijpen we ook wel ergens. Het probleem is nog altijd alles wat niet buiten het normale valt in deze maatschappij. Dat schrikt mensen af. Ze kunnen daar ook niet mee om. Dat schrikt gewoon mensen af en ze staan daar niet voor te springen om iets te doen wat normaal, wat wij ook wel begrijpen. Maar ik had toch eerlijk gezegd gedacht dat wij in deze tijden toch wel iets verder stonden. Maar ja. Ja, jammer genoeg. En vaak heeft het ook te maken, denk ik, met mensen moeten gewoon die eerste stap zetten en misschien het 1 keer of 2 keer doen en dan eigenlijk merken van, ik kan mezelf daarin ook wel vertrouwen en dat komt wel in orde. Hè. Je staat er ook niet helemaal alleen voor. Er zijn jullie die uitleg geven enzovoort. Maar die eerste stap wordt vaak niet gezet. Je hebt al direct een jet gegeven aan de basis. Dus ik... We hadden een vrij grote vriendenkring vroeger. Die is wat uitgedund, zal ik zeggen, door mensen die ook niet goed weten hoe ze daarmee moeten omgaan, die niet wisten hoe ze moesten reageren. Er zijn gelukkig ook wel wat vrienden in de plaats gekomen, nieuwe vrienden. Maar van de vrienden van de oude garde is er bijvoorbeeld wel iemand die al is een avondje bij Stan gebleven als hij al in bed lag. En die zei effectief van die eerste stap is de moeilijkste en voelen van dit lukt wel, geeft ook weer wat meer zelfvertrouwen. Inderdaad, maar hoe komen we ertoe om mensen die eerste stap te laten zetten? Ja, dat is de grote vraag. Misschien met dergelijke gesprekken, wie weet. warme oproep. Ik hoor en ik voel zelfs doorheen het internet hoe intens het allemaal is en hoe intens jullie bezig zijn met die zorg voor Stan. Maar hoe kunnen jullie zelf nog jullie batterijen opladen? Hè? Want het klinkt misschien wel clichématig, maar ik bevestig zelf, als we niet voor onszelf zorgen, kunnen we ook niet voor iemand anders zorgen. Slagen jullie daarin? En in welke mate om voor jezelf te zorgen? Maar je moet in ieder geval tijd maken voor het gezin. En als koppel moet je ook tijd maken voor elkaar. We proberen dat wel te doen, zo in het begin, zo tussen de soep en de patat, zal ik maar zeggen. Dat was niet gestructureerd, we gaan gauw eens weg. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. Bijvoorbeeld vakanties is nog altijd een uitdaging. Chance is er Villa Rozenrood. Maar als wij met Stan weg willen, bijvoorbeeld naar een huisje, dan noemen wij geen vakantie. Omdat je dan nog altijd voor Stan moet zorgen, wat we wel doen. Maar dat is een hele uitdaging, omdat er... De voorzieningen zijn er niet overal. Dus we hebben nu besloten, en dat is eigenlijk na een lange weg die we afgelegd hebben, om Stan om de 2 weken in kortopvang te zetten. En dan kunnen wij als gezin toch iets meer doen. We gaan dan weg. We kunnen gans weekend weggaan, desnoods. En die kan ook de normale dingen meemaken. Dan is het mogelijk om eens naar een pretpark te gaan of naar... gewoon al op familiebezoek te gaan, want wij geraken met Stan bij 90% van de familie zelfs niet binnen, denk ik, met een rolstoel. Ja. Zo de heel normale dingen die zij ook moet kunnen meemaken. Wat belangrijk is, je moet duidelijk een plan maken, zal ik maar zeggen, waar je zegt van, nu gaan we iets doen met het gezin.
Je kan kleine dingen doen met het gezin en met stam. Maar op een bepaald moment moet je ook echt tijd maken voor jezelf en voor Lien. En zeggen, kijk, dit weekend zetten we hem op kortopvang. En dan moet je ook van alles plannen. Want we hadden in het verleden ook gezien dat we van alles dat we stam in kortopvang zetten. Maar als dan puntje bij paaltje kwam, dan was er eigenlijk niks gepland. Ja, en dan deden we niks. Want ja, je kent dat dan, Stan is weg, nu kunnen we eindelijk iets uitrusten. Kunnen we tijd genieten. Eindelijk is een nacht slapen. Eigenlijk is een nacht slapen. Maar je moet echt op voorhand ook beginnen dingen inplannen. Ja. En dat is wel goed dat we dat gedaan hebben. En individueel denk ik dat we ook wel stappen gezet hebben om bij te tanken. Jij gaat veel wandelen. Ja. Ik heb vrijwilligerswerk opgenomen. Ik lees audioboeken in voor de luisterpuntbibliotheek. Oké, dat is een inspanning die ik lever, maar uiteindelijk is dat voor mij 2 uur dat ik kan lezen. 2 uur waarin ik mij nuttig voel buiten de zorgtaak die ik opneem. En dat zijn dingen, op zich kleine dingen, maar waarvan de batterij wel weer een beetje gevuld geraakt. Als Lien naar dansles is, gaan wij samen onder ons twee een koffietje drinken. Dat zijn onnozele kleine dingen, maar die heel waardevol zijn voor ons. Ja. Mooie tips voor andere ouders, hè, die in een soortgelijke situatie zitten. Zijn er nog andere boodschappen om af te ronden die jullie aan andere ouders die misschien... moeilijk om in te schatten, maar die voor een gelijkaardig traject... komen te staan of die in een gelijkaardig traject zitten? Weten we wat jullie nu weten vandaag? Als ik terugdenk aan het parcours dat wij doorlopen hebben, dan denk ik dat mijn grootste tip is vertrouwen op je buikgevoel. Want dat zit heel vaak juist. Ik heb op de dag dat Stan geboren werd, tegen iedereen die het horen wilde, gezegd van er klopt iets niet, er klopt iets niet. En ik ben 3 maanden wandelen gestuurd. Terwijl er wel degelijk iets aan de hand was. En heel vaak is het zo als ik of jij voelt van het is hier niet juist met Stam, dat we er wel bonk op zitten. En dat we uiteindelijk in het ziekenhuis belanden. In het ziekenhuis wordt gelukkig ook meestal heel erg geluisterd naar ons als ouder. Wordt ook de vraag gesteld van welk gevoel heb jij? Wat denk jij dat er aan de hand is? En dat is een kwestie van zelfvertrouwen ontwikkelen, maar ook durven leren luisteren naar wat zegt mijn intuïtie hier. En die is heel vaak juist gebleken. Ja. Je moet af en toe een beetje, moet ik dat zeggen, doorzettingsvermogen hebben. Omdat als je voelt dat het niet klopt, moet je het ook durven zeggen. En dat is, allee, dat is met alles eigenlijk, hè. Maar zeker in dit soort toestanden. Want anders, dat slaat eigenlijk rond u en op de duur kun je dan niet meer de baas. Dus je moet er zeker van zijn dat je in controle bent en dat je je niet laat controleren, want anders lukt het helemaal niet meer, hoor. En dan... we hebben echt een hele moeilijke periode meegemaakt, gans in het begin. En dat is een van de lessen, van je moet in controle zijn. Als je niet akkoord bent, moet je dat ook duidelijk zeggen. En zeker, dat is heel belangrijk. En elkaar als koppel niet uit moeten, verliezen ook. Hè? En dan moeten de dokters ook maar luisteren naar ons. Het is eigenlijk een wisselwerking. Hè? Het is niet van, jij doet dit, jij doet dat. Het is een wisselwerking. En het is eigenlijk eerder van, wat denk je van dit, wat denk je van dat? En zo tot een consensus te kennen. En als je er niet goed bij voelt, gewoon niet doen. Dat is heel simpel. Een mooie, warme oproep tot assertiviteit. Het assertief maken van... Je wordt ook assertief. Je wordt assertief, ja. Dat is waar, ik bevestig. Assertiviteit is een competentie die we gaandeweg sterk ontwikkelen. Ja. Als je zegt, het helpt, denk ik, omdat ons buikgevoel effectief, denk ik, vaak juist zit. En we moeten daar durven naar leren luisteren. Mm. Want wij kennen per slot van rekening ons kind het beste, hè? Denk ik. Ja. Oké, super. Dank jullie wel om zo'n inzicht te geven in jullie leven en waar jullie mee struggelen ook. Ook om toch een aantal tips mee te geven. Ik denk dat ouders daar wel wat aan kunnen hebben. Heel veel
moed, succes en assertiviteit nog gewenst voor de toekomst. Hartelijk dank. Graag gedaan. Okay, ja, dag. Dag.